Welkom, dames en heren, bij Brothers in Arms, aflevering 5. I feel paralyzed. Ik heb net gekeken bij de thumbnails, maar even zeker te zijn. Het is de 5e aflevering van Brothers in the Arms. En anders voor je zit mij maar... Volgens thumbnails zitten we aan de 5e aflevering. Dus dat betekent dat wij chapter 5 vandaag gaan spelen. We gaan het vooral doen. Familiar faces. Makes a place like this almost feel like home. Almost. Sometimes I forget Alan and Garnett are two people. They showed up at Fort Bragg together and no one has seen them apart since. We just started saying Alan and Garnett like it was one word. Even with the damn mist drops, they still managed to stay together. Okay. Look here. What do you suppose killed him? Wasn't old age, I know that. They wouldn't just leave him here. Didn't we take this town? I think we have to assume for the time being that Fookerville isn't under our control. Red, you're ruining my good mood. So what's the plan, Baker? Okay, we hebben 3 zitten zien aan het hebben en een van onze mannen neergeknald. Red, fall in! Let's stick together! Oh, ik heb nog een kikker die gun in ons. Daar komt u misschien. Die worden klok. Bring it in! Let's move! Ik ben benieuwd wat gaat hebben. Ik we'll denk. Go. Oh shit, daar hebben we de Duitsers. Voor dat wat dan ziet op ons. Oké, okay, we zitten hier van ons ploeg. Ja, we hebben enige hard. Dat is moeilijk! Die andere gun pakken, misschien is die... Ja, dat is een beetje. Baker, watch out! Red! Baker, get out of take the him way! Out. Move assault now! Take him out. Oeps, helemaal dood. Oh nee, één hebben we nog. Ik ben bijna dood. Oh kut, dit is een slecht begin jongens, we hebben 2 mannen voor. Ai ai ai. Dit is slecht. Kut, yeah. Dit is kut. Aaa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 
Hopelijk laat hij nu wel het sneller aan je weer. Ja, dank u wel. We gaan het even fatsoenlijk halen. Daar zitten er ook nog. You're with me! You heard him, let's move! Got it! Dus daar zijn ze bij. Red! Move now! Oké, we gaan even afwachten. Roger! Dat ze... Zullen we zien? Ik heb deze gun afladen. Ah, je zit er ook, zie je. Voilà. Hier en hier van de machine gun. Je moet klaar bij de machine gun. Reloading! He's down! Nog één, hè. Niet schieten? Ja. Yeah. Ah, kut, net in mijn kogels op. Cover me! Reloading! Give him hell! Move on that position! Die gaan we zo niet kunnen pakken. Voilà, dan kunnen wij gun switchen. Oké,
Oké, we gaan even fatsoenlijk weer naar die andere. Dat is al één. Ik wil mijn speaker gaan. Ja. Wil je nog mensen zitten houden daar? Ja, die is hard genomen. Oké, nu moeten we wegvinden rond de machinegun. Dus wat wij gaan doen is... teruglopen. Langs hier. Nee, het gaat niet. Maar we gaan een weg moeten zoeken rond de machinegun. Wat geen makkelijke klus. Ik neem even deze om te laden. We gaan... er is natuurlijk een mogelijkheid, een weg rond de machinegun. Oh ja, voor langs hier. Is iedereen hier? Ja. Move fast. Kom. Get moving. Kunnen we eens gewoon Roger. Zo doen we dat. Voor nog wat Duitsers. Oké, die gaan maar van hun aan mijn mede. Let's take it out. We'll en zo laten we geslaagd man. Ja. Voilà. Die hebben we gepakt. Voilà. Maar hier herinner me dat er nog een metrailleurs in staat. Dus granaatje gooien. Oh, die is er daar. Ik wil weer een poging proberen. Proberen te gooien. Zo te kapot. Dicht te werk gaan. Achter de zand. Achter de zand. Garnet, kom hier! Ja, jongens. Laat ze op, ik heb ze allemaal gemist. Oh kut, ze zijn hier. Hoe gaan we dit ooit kunnen fixen? Dat gaat heel moeilijk. We kunnen dat niet afkomen. Ik denk dat we hun op de metrailleur moeten laten afgaan. Misschien zijn we nog wel zo zoek. Wait. Ik heb wel een sowieso beter in dan. Ik kan kijken van een andere weg, maar er zal waarschijnlijk geen andere weg zijn. Nee, ik heb de indruk. Echt nee. Er is maar één weg. Dus langs dit. Maar onze granaten verspild, dus kunnen we dat reload checkpoint, dat gaan we even doen. Nu gaan we granaten verspillen, jullie blijven daar. Achter de auto, ja. Yeah. Ik heb een granaat gooien. Die is ook afgeknald. Proberen. Ja, die is goed.
leef nog. Oké, we hebben één kans. Ja. Logisch. Ja, dit wordt knippen, jongens. Eén van het. Take cover! Die kunnen toch niet zijn dat ze doorgaan. Kan toch gewoon niet. Yes! Kijk wat we hier doen. We gotta get around them! Die zijn kapot. Het is gelukt. We hebben het mitrailleur gedeelte gehaald. Public safety die game nu. Ik heb mijn gun aanlaten. Ja, yes, oké. Okay. Als we nu dood gaan, spawnen we terug hier. Oh, ik zie daar allemaal beesters. Voorzichtig te werk gaan, want het zijn er echt een aantal. Okay. Stay on me. You heard him, let's move. Got it. Roger. Tighten it up. Get the house. Let's stick together. We hebben de uitlaat gestaan! Move out! Nice. Wat is er nog? Aan de andere kant van de kerk. Oké, okay, we gaan ze pakken. Kunnen we weer rond? Ja. Zo, die zijn al ook allemaal dood. Ceasefire! Ceasefire! Doei. Doe wat? Oh, ik moet naar daar lopen. Oké. Okay. Don't waste ammo! Wait till you see the smiling face! You're with me! Dan moeten we hier gaan vechten tegen de Duitsers. Got it! Ja. Yeah. Nu ben ik eigenlijk. Mag met die gun. Shit. Als het wel proberen uit te komen, ga ik even E. I don't see anymore. We got crowd. Daar. Ietsje net nog even. Voilà. Daar hebben we nog over. Come on! Mijn mannen moeten daar even flexen. Kill the German motards. Ja, we mogen lekker de bommenboers opkeuren. Dit is gevaarlijk.
Kom naar de tweede. Rally on me. Oh good. Net in de koers. Kijk, dit is hun. Tag hem! Oh, oeps. Dat klopt. Was dat de laatste one? Was het dat ik zelfs zichzelf opblaas? Volgens mij waren ze dat. So does this rule out their peaceful surrender? Ja, completed. Second town. Okay, meet Mac and end your mission. Nice, we hebben een missie chapter 5. We hebben chapter 5 dus gehad. Hoe is het met onze mannen? Dus we zijn nog maar met z'n 2. 2 hebben we niet. Ja, 2 hebben het maar overleefd. Hartstok is... Ik weet niet wie dood is. Alan is dood, helaas. Alan heeft het niet daar ligt, die, volgens mij. Nee, dat zijn de guns van die Duitsers die me bar knalt met de metrailleur. Die vond ik echt wel nice. Oh, daar zijn ze. Dus we moeten gewoon even zo lopen. We zijn hier aan het hek. Ik kan maar praten. We got here as soon as we could. Heard our guys were wiped out in a German counterattack. Baker, I pegged you wrong. First I thought you were a shy, poetic young man. Turns out you're a shy, poetic young man who kills everyone who gets in his way. That's a downright admirable quality. Nice, jongens en meisjes. We have the chapter gehaald. We zien hier een van onze mannen in beeld met vliegtuigen op de achtergrond. Ik kan raden wat de volgende chapter is. Ik ben wel uit, chapter. En dames en heren, tot volgende week vrijdag bij een nieuwe aflevering van Rotters in de